Hallo dames en heren, welkom bij No Limits 2. En dit is de serie voor de speciale, spectaculaire achtbanen die mensen bouwen, die ze opsturen en die ik moet gaan bereiden. En terwijl de zon doorbreekt, hebben wij 3 achtbanen van iemand gekregen via de mail. Het zijn 3 achtbanen. De eerste heet de Braziliaanse zwerfspin. De volgende heet de H50. En de derde heet de Thriller Bark. Maar dan helemaal verkeerd gespeld. Laten we beginnen met de Braziliaanse zwerfspin. Klinkt als een spinnende achtbaan. Ik ben benieuwd. Daar gaan we jongens. En hier zien jullie de snelheid van de achtbaan onderin mijn schermpje. Als je het goed kan zien. En we zijn hier in een houten achtbaan. In de regen. Dat is gaaf. Leuke kleurtjes. Rood hout. Ik ben heel benieuwd. We gaan met 8 km per uur gaan we dus naar boven. En het stormt. En wauw, hele leuke omgeving. Leuk gedaan. Ook die bergjes leuk. Dat je daar ook in gaat en zo. Daar hou ik wel van. En wat een weer. Maar kijk hier. Het stormt. Gele bankjes. En dan gaan we in de mist. Heel gaaf gedaan. Gelukkig wel droog hier. En daar is de eerste drop. Een hele leuke bocht. En of we nou naar beneden gaan is het een raadsel. Het lijkt net of we echt een soort cirkel maken. Die houdt op een gegeven moment op. Apart joh. Ja, ik keek even naar achteren want ik was nieuwsgierig hoe dat eruit zag. Lekker vaartje. 76 km per uur. Zo, en we zijn nog echt niet heel hoog. Of, ja, we zijn best wel hoog nog steeds. Wauw. Lekker groot gebouwd, lekker breed. Dat vind ik wel heel gaaf gedaan. Nou, dit is best wel een aardig baantje, jongens. Prachtig. Dit is echt een hele leuke achtbaan geworden. Ik vond vooral het begin leuk dat je echt hier heel langzaam rondjes ging in die achtbaan of in die berg. En dat je daar een paar keer in en uit ging. Ja, het ziet er hartstikke leuk uit. Dit achtbaantje is gewoon heel erg leuk. Hij gaat het opnemen tegen de volgende achtbaan en dat is de H50. Ik kan me niet voorstellen wat het precies is, maar we gaan het met z'n allen gewoon ontdekken. Daar zitten wij in een compleet ander thema. We zitten in de Wilde Westen. In de West. Of nee, hoe zeg je dat? In de, gewoon de desert eigenlijk gewoon. Een beetje die piramide ideeën, weet je wel? Oh, wow. Hij pakt hem op. Wat grappig. En ja, dat vind ik wel gaaf dat we nu een keer een ander thema zien. We zien altijd wel de standaard bossen en de riviertjes en de. Ja, maar dit is wel gaaf dat hij het nu een beetje zand hebt gemaakt. En dat we nu een beetje in het. De piramide sfeer komen. Weet je, de dunes. Hoe heet dat nou? Dat level in Rollercoaster 1? Dynamite Dunes, volgens mij. Zoiets. In ieder geval zoiets gevoel krijg ik bij deze achtbaan. En omhoog getakeld zijn we op het hoogste topje. En we krijgen gelijk een kurkertrakkertje. Of een soort van, ja, we gaan er gewoon. Oh, kijk eens. We gaan naar beneden heel langzaam. Oh, wat creepy. Eerste daling. We gaan wat schuin. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Dat we zo schuin gingen. Ik doe wel even de dingen erbij. Oh, sorry. Sorry mensen. Excuus. Ik moet elke keer opnieuw op F2 klikken om dat scherm erbij te krijgen. We gaan wel met 90 km per uur al. Dus het is bijna 100 zelfs. Wow. Van de speed. Oh, wat is dit? Oké. Okay. Oh, dat ging er best goed. Ja. Ja, wat vond ik hiervan? Hij was een beetje saai, vond ik wel in het begin. Ik vond het raar dat hij hier een beetje schuin ging. Ik weet niet of dat de foutjes in de baan, maar hij ging een beetje schuin en ging hij recht. Toen maakte hij heuveltjes. Een beetje de Goliath idee. En hier kwamen er echt wat speciale dingetjes in. Maar ik vond hem best wel simpel. Ik vond deze dan wat minder vergeleken met de eerste. Als het dezelfde maker is,
van de achtbanen vond ik de eerste nog wel het beste. Maar nu gaan we naar de laatste, de Thriller Bark. En die moet beter zijn dan de Zwerfspin. Daar gaan we. In het donker. Het regent dit keer niet. We gaan flink omhoog. Ik zal dat dingetje er wel weer bij pakken. We kunnen weer kijken. Zo. Current Coaster Dark Ride. Het heet de Dark Ride. We gaan met 13 kilometer omhoog. En wow. Kijk, die baan loopt gewoon hier overheen, joh. En het is heel mistig gemaakt. Zie je? Je ziet geen moer, dus ik kan ook niks zien van de layout. Ik ben best wel heel benieuwd, want dit ziet er echt heel spectaculair uit. En of die kan tippen aan de eerste, dat weet ik dus niet. Omdat, ja, de omgeving zie ik weinig van. Dus we moeten echt kijken naar de layout. En de maan schijnt, het is ook donker. Oh, we krijgen weer zo'n begin, dat we weer hetzelfde als de tweede coaster. Wow, wat een speed gelijk, joh. We gaan over dat stuk heen. Wow, 129 km per uur. Wat een snelheid. Deze is ook wel gaaf gedaan, hoor. Kijk hoe hoog we zitten. Remmen. Wow. Oh, dat is wel heel gaaf gedaan. Dive coaster idee. Wow, 141 km per uur. Jeetje. Dit is weer zo'n lastige keus. Een loopingje erin, leuk. Dat vind ik gaaf, dat maakt het wel af, hoor. Ik hoop niet dat er weer zo'n simpel einde erin zit. Hier verliest hij wel speed. Ik denk dat hij nou wel aardig naar het einde gaat, inderdaad. Oké. Nou, dat is netjes gedaan. Ik vind... Wauw. Dit was echt een hele redelijke goede achtbaan. Het had ook hier echt die speed had hij erin. En dan ging hij hier nog naar beneden. Echt die daling, jongen. Deze daling was echt ongelooflijk. Ik moet heel erg gaan kijken welke achtbaan heeft nu gewonnen. Want ik vond de eerste en de derde echt de beste. En als ik kijk naar thematisatie vond ik de eerste gaaf. Maar als ik kijk naar layout vond ik de derde gaaf. Dus ik denk dat het een beetje een 50-50 geval wordt voor mij. Maar dat ik toch kies voor deze achtbaan. Uiteindelijk toch wel. Dat is lastig. Maar laat weten in de comments wat jullie dan vinden. Want welke achtbaan, misschien vonden jullie zelfs de tweede wel mooier of beter. Dat is jullie smaak. Vergeet niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm. Tot de volgende No Limits video. Doei doei.